DS3 Crossback Itans. Itans op zijn Frans. Huppakee. En als je zegt van dat klinkt echt voor geen meter, ik noem gewoon lekker Itans of Itans. Nou ook, maar mijn naam niks uit. Het is een auto van het grote PSA-concern. En om de auto nou een beetje te begrijpen en om zijn prijsstelling ook te begrijpen en misschien zelfs wel te aanvaarden, dan moet je eigenlijk het een en ander weten over marketing en merkpositionering. PSA, dat bestaat uit Peugeot, Citroën, Opel en DS. Een DS is eigenlijk een soort van een Citroën, maar dan weer niet. Luxer, mooier en een klein beetje premium. Want die andere merken die ik noemde, dat zijn de generalisten. Dat zijn de merken, ja, weet je, en dat bedoel ik niet lelijk of zo of denigrerend, maar dat zijn de volksmerken. Eigenlijk weet je, dus de gewone merken. Een premium, denk aan Audi, Mercedes, BMW, Cadillac, Volvo, Lexus, dat soort merken. Daar kan een autofabrikant wat meer voor vragen. Want de consument is ook bereid om daar meer voor te betalen. En vaak heeft dat te maken met uitstraling, met imago, met uitrusting. Niet te vergeten, de toeters en bellen die op zo'n auto zitten. Nou, en omdat ze daar bij PSA drie merken hadden, drie generalisten merken, Citroën, Peugeot en Opel, moest er een ander level worden gecreëerd. Dat DS en Citroën, dat zijn uit elkaar getrokken en DS is premium, vinden ze zelf. Ik vind dat niet helemaal. Ik vind het niet helemaal premium. Maar ik moet er meteen bij zeggen, hoe het binnenin voor elkaar is, absoluut goed. Hele mooie materialen. Neem dit sferen wat je hier ziet. Dat heeft te maken met de performance lijn. Dat is de dikste versie, dat dan weer wel. Maar ook de knopjes, de vormgeving, de pasvorm, het gevoel dat achter de knopjes zit. De hendel voor de aandrijving, de keuzehendel. Het is van binnen, van buiten, is het in alle opzichten iets anders. Maar de vraag is een beetje of dat de prijs van dik 42.000 euro rechtvaardigt. Iets anders. En dan 42.000 euro. Let wel, deze versie, de performance lijn, dik 45.000 euro. Dan hebben we het over een auto van 4,11 meter. Die slechts een centimetertje of 5 langer is dan een elektrische Opel Corsa. En die elektrische Opel Corsa, dat is dus precies dezelfde auto als deze. Technisch. Of, om een ander voorbeeldje te noemen, de elektrische Mokka. Komt er ook aan binnenkort. Ziet er erg sterk uit, vind ik. Technisch dezelfde auto. Ook een beetje hoger, een beetje groter dan een Corsa. Zo groot als deze DS3. Kost 35.000 euro. Ah. Dan moet je die vormgeving heel gaaf vinden. Dan moet je je per se willen onderscheiden. En dan moet je dus bereid zijn om daar dik voor in de knip te tasten. SUV-look, hè? Wat ruimte tussen de wielkuipen en de wielen. Redelijk wat bodemvrijheid, dik accupakket. En dan deze natuurlijk, dat is de urban jungle look. Reken niet op vierwielendrijving. Dat hebben ze niet, zitten niet op, doen ze niet aan. Wat op zich vrij aardig is, die deurgrepen die eruit komen. Deze hier is hartstikke nep. Grappig, leuk, ik weet niet, vind je eigenlijk van niet. Hier, je moet nu even weten, open je de achterklep mee. Het zijn eigenlijk een paar handelingen. Ten eerste zit je hieronder vieze vingers. Moet je hier tussen. Nog een keer vieze vingers. Dat had anders gekund door bijvoorbeeld het logo een opener te maken. Maar goed, zit er niet op. Ik heb nog wat. Het design. DS is design. Van voor tot achter, van binnen, van buiten. Dus dit is ook design. Totaal niet noodzakelijk. Maar puur voor de visuele aantrekkelijkheid. En of het dan visueel aantrekkelijk is, mag je zelf weten. Doe ik de deur open, dan zie je hier een verhoging. En dan heb je achter het stuur, als je om je heen kijkt, daar eigenlijk geen last van. Je zou denken dat het misschien een klein beetje je blik belemmert. Overigens, de zeestijl, de achterste aan weerszijde, die belemmeren het zicht wel enigszins. Maar er staat wel iets aparts. Het is herkenbaar Frans, vind ik. Het is herkenbaar als iets anders dan anders.
Het is allemaal wel mooi gedaan hoor. Er zit heel veel nadruk op de details. Hier, neem die verlichtingsunit, dit gedeelte ertussen. Het is allemaal apart dan dit weer, zo'n streepje. Het is leuk, misschien is het overdreven, maar dat is net als met mode. Hè? Ja, past het je? Zou kunnen. Het embleem, heel bijzonder. Grote grill, die niet heel noodzakelijk is, want er zit geen motor achter die lucht nodig heeft. Een heel klein beetje koeling heeft hij wel nodig, maar dat had prima hieronder gekund. Feit is dat ze hem dicht hadden gemaakt, dan was de voorkant van de DS3 bijzonder lelijk geweest. En nu staat er gewoon een gave kar die bovendien niet direct herkenbaar is als een elektrische auto. En dan DS, hè. We kennen die DS natuurlijk van heel lang geleden. Mooie auto. Citroën, want dat is het natuurlijk nog altijd. Dat is comfortabel. Dat is comfortabel. En comfort zit hem niet alleen in een heel mooi, soepel afgestemde wielophanging, maar bijvoorbeeld ook in rust. Stilte in een interieur. En bijvoorbeeld een hele goede pasvorm van de stoelen. En een makkelijke bedienbaarheid van het instrumentarium. En al die zaken, die zijn zo goed voor elkaar bij deze DS3. Hij is echt ronduit comfortabel, prettig geveerd, lekker, zonder dat hij sompig wordt of dat hij begint te dalen. Allemaal niet. Er zit zelfs een vleugje dynamiek in, gecombineerd met een mooie hoeveelheid comfort. En dan de stoelen waarin ik zit, heel goed. Lekker groot, dat kunnen ze wel. Die hele zachte, gevoelloze stoelen waar Franse auto's vroeger onbekend stonden, dat is verleden tijd. Het zit gewoon echt prima. Maar in totaliteit is het er makkelijk te bedienen, functionele en zeker ook comfortabele auto. Ik rij hier 80. En dan meteen kracht, hè, met zo'n elektrische auto. 136 pk, 260 Nm koppel. Dus meer dan genoeg voor het type auto. Het laden gaat op 11 kW. En het laden aan een snellader gaat op 100 kW. Dus dat is prima. 50 kWh accu, 320 km actieradius. Lijkt bijna een soort van standaard, hè? Die 320 km en dan ongeveer 50 kW. Dat hebben heel veel elektrische auto's. Dat is een beetje de maatstaf. Ook 11 kW laden aan AC. Nou, hij heeft het allemaal. Nou nam ik de auto mee met een volle accu en toen stond hij op 275 km. Wat overigens nog altijd absoluut acceptabel is. Ja, jongens, de DS3 Crossback e-tans. Zeggen jullie het maar, is die het waard? €42.000, 45 voor deze versie. Ik vind het een bak geld. Als je er 3.500 bij doet rijden een Tesla Model 3, om eens wat te noemen. Als je eventjes wacht op een elektrische Mokka, dan hou je 10.000 in je zak. Of als je genoegen neemt met een elektrische Peugeot 208, dan hou je iets van 12.000, 13.000 euro in je zak. Maar afijn. Dit is de DS3 Crossback e-tans. Premium? Nee, het is niet premium. Absoluut niet. Kunnen ze wel willen, maar het is het niet. Maar hij is wel eigentijds. En hij is uniek. En het is design. En het is stijlvol. En het ziet er grappig uit. Dus het is wel iets bijzonders. En dat heeft een meerprijs. En dan is het aan de consument of deze meerprijs klopt.